Ik heb net bericht gekregen dat mijn boeken aangekomen zijn. Ze zijn via UPS geleverd. Ze zijn gisteren geleverd. Ik was een hele dag thuis. Maar ze hebben ze nooit tot aan de deur gebracht. Ze hebben ze gewoon hier in Torp hebben een krantenwinkeltje waar dat eigenlijk zo'n UPS en PostNL punt dat wat is het allemaal is. En ze hebben ze gewoon direct daar afgezet. Dus dat is wel heel flauw van UPS dat ze niet eens tot hier gekomen zijn. Maar kijk, we gaan ze direct gaan halen. Ik ga even laten zien. Kom maar, tel wat ik besteld heb. Dus ik had. Ja, het licht zit hier niet echt goed, maar hier het gaat over die reeks. Oh, dat was een teleurstelling, dit boekje. Het gaat over zoekoptimalisatie. Het is denk ik iets meer dan 100 pagina's, maar er zitten massa's veel screenshots in. Grote teleurstelling. Hier, die reeks. Dus die drie boeken. Dus van Bart Kuikens, een Belgische fotograaf, A Flat Six Love Affair. Het gaat dus over Porsches, over de zescilinder Porsches met de boxermotor. De POR, die heb ik. Ik heb nu de S en de C besteld. En dan de H en de E, dus 6 en 7, de twee laatste, ga ik dan op mijn 39ste en op mijn 40ste verjaardag ga ik ook nog. Dus nu ben ik 38 geworden, heb ik de... Ja, ik heb denk ik vorig jaar... Ik weet niet, het klopt iets niet. Ik ging eigenlijk elke verjaardag een nieuwe kopen, maar ik heb denk ik een verjaardag overslaan of zo. Ik weet niet wat er misgegaan is. In elk geval heb ik er nu twee besteld. En ik ga heel snel... Kijk, het staat vol met referenties naar 911. Like, dat is een chassisnummer bijvoorbeeld. Hier, dat is een artiest, Bart Kuikens. En hij doet zwart-wit fotografie, plus dat ook analoog is. En het zijn allemaal bekende mensen, of voornamelijk toch bekende mensen, waar dat hij foto's neemt van die persoon en de Porsche, en hun Porsche. Dus het zijn allemaal verschillende Porsches in. En het staat echt vol met... het zijn allemaal foto's met Porsches, eigenlijk. Maar je ziet, kijk, dat is heel creatief. Want ja, natuurlijk, als je 7 boeken vol met foto's van Porsches moet doen, moet je wel... Kijk, die herkende wel, veronderstel ik. En hij fotografeert analoog, dus je hebt hier zo die korrel. Je had dat niet zien op deze video, maar op de foto zie je duidelijk dat je een korrel hebt van die, in die wolken, wat je grijn van je film is. Dus je ziet duidelijk dat het analoog is allemaal. En hij heeft onder andere Leica, denk ik, kleinbeeld, maar hij heeft ook een Hasselblad bijvoorbeeld. Wat hier staat hem ook. Ja, ik ken zeker niet al die mensen die hier gefilmd of gefotografeerd zijn. Integendeel.